Goedemorgen gemeente. De kerkraad heet u alle, gemeenteleden en de gasten, ook de thuisgemeente, hartelijk welkom in deze eredienst. Deze eredienst wordt geleid door dominee Westerhout uit Hasselt. De collecte in deze dienst zijn als volgt. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. Tweede en de derde zijn bestemd voor kerken en het meestelijk beheer en worden gehouden straks bij de uitgang. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. De zieken. We denken in de voorbeden aan de heer P. Grinwis van de Jong Koenstraat 8, die ernstig ziek is. Ook denken we aan mevrouw het mannetje uit de Pieterstraat, die gevallen is. En voor revalidatie is opgenomen in Nieuw-Rijzenburg. De heer van Groningen uit West-Voorne is ook opgenomen geweest in het ziekenhuis, maar mocht gisteren weer thuiskomen. Ook denken we aan mevrouw Corrie Hoek, Verduin, die nog in het ziekenhuis verblijft. We gedenken de heer Piet en mevrouw Lina Vos, Vlietberglaan 48, in Oudorp, aangezien Piet in de achterliggende week definitief is opgenomen in de Vlietberg. Verder denken we aan alle zieken thuis en hen die elders worden verpleegd of verzorgd. En denken ook aan hen die aan het revalideren zijn. Wensen hen alle Gods nabijheid en sterkte toe. Overleden. We denken aan Jan en Corrie van Splunter, daar Corrie haar broer Bram op 69-jarige leeftijd afgelopen donderdag nacht is overleden. We condoleren hen met het verlies en wensen hen Gods sterkte en nabijheid toe. Dubbeltal vacature diaken. De kerkraad heeft voor de vacature diaken het volgende dubbeltal opgesteld. Co Bolle, Haakonstraat 10 te Stellendam en Harm Veenstra, Noordzijdehaven 35, wonend te Goede Reden. We dragen ook deze mannen op in het gebed voor rust en vrijmoedigheid. We houden de stemmingsvergadering op woensdag 24 maart van 19 tot 20 uur in de Ark. Op dezelfde manier als de vorige stemmingsvergadering. Dit houdt in dat de stemming lopend zal plaatsvinden. Machtigingen kunt u downloaden van de website of de gemeente-app. Er zullen 2 kerkraadsleden zijn voor registratie en stembureau. Muziekmoment. Op 25 maart wordt er van 19:30 tot 20:30 weer muziek in de kerk gemaakt met het thema Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. De uitzending is te zien en te luisteren via de kerkomroep en de luistering. Openbare geloofsbelijdenis. Op 28 maart hopen de volgende catechisanten belijdenis van het geloof af te leggen. Diewitje Zoeterman, Bragert 4 en Jaira Dekker, Jong Koenstraat 78 te Goede Reden. Afgelopen donderdagavond vond de aannemingsavond plaats in de Ark. We zijn als kerkraad dankbaar en blij dat deze jongeren vrijmoedigheid mochten verkrijgen om in het openbaar de naam van onze Heer en Heiland te belijden. We wensen deze jongeren Gods zegen toe en wilt u hen beiden gedenken in uw voorbeden. De voorjaarsactie. Op 27 maart hopen we weer een verkoopactie ten bate van het onderhoud van de kerk te houden. Vergeet niet uw bestelling op te halen. De erediensten. Vanavond begint de eredienst om 18:30 en is een jongerendienst. In deze dienst hoopt proponent de hertog uit Dirkstand voor te gaan. Voor alle voornemens geldt, zo de Heere wil en wij leven. Schriftlezing deze morgen is uit Matteüs 27. We wensen u en jou een gezegende dienst toe. En de voorzang is uit Psalm 22, vers 1 en 2.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zetten deze dienst voort en doen dat door in te stemmen met de zang die geschiet vanuit Psalm 86 en daarvan de verzen 8 en 9. 86, 8 en 9. Wij horen deze morgen de heilige wet van God. En daarna wordt gezongen 119 vers 84. 119, 84. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. 119. We horen de wet van God uit Exodus 20, waar God deze geeft aan zijn volk en in zijn volk ook aan ons zijn gemeente. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God,
die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Bedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee, alles wat erin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat u dagen verlengt en in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Wij zoeken het aangezicht van God in gemeenschappelijk gebed. Barmhartige, getrouwe God, we danken u voor de weldaad en de zegen van de rustdag, die u als geschenk aan de mens hebt gegeven. En u gaf zelf het goede voorbeeld. U rust op de 7e dag. U gaf een voorbeeld, een toonbeeld en een inzetting, waar de mens ook in de goede dagen voor de zondeval uit zich aan gebonden en gehouden wist.
En wie zijn wij dan om het beter te weten dan u? In gehoorzaamheid en in liefde en dank ontvangen we deze dag. We bidden u, zegen de dienst van uw woord, die in het bijzonder op de dag van u wordt gehouden, wordt geopend en waar de gemeente samenkomt en samen dromt. Hier in de kerk, een klein gedeelte van de gemeente. En velen die via de kerktelevisie of kerkradio met deze dienst zich verbonden weten. En voor wie deze plaats van gebed en ontmoeting zo vertrouwd en geliefd is. Spreek tot ons. Door het woord dat straks wordt gelezen en geopend. En doe ons vooral zien dat het in dat woord gaat om die ene gestalte. Die ene naam. Die ene persoon. Voor wie velen het aangezicht hebben verborgen. Ze wilden niet zien. En de ene naar de andere spot en banvloek klonk Jezus in de oren en werd hem in het gezicht geslingerd. Laat ons met eerbied en dank het evangelie horen en de gestalte van Christus ontmoeten. We belijden u, God, dat wij van u en uw geboden zijn afgeweken. We hebben gedaan wat kwaad is in de ogen van de Heere. In gedachten, in woorden, in werken. We belijden het voor uw aangezicht. Schenk ons genadig vergeving, verzoening, reiniging van al onze ongerechtigheid door dat dierbare middelaarsbloed dat er overgaat en dat bedekt en dat wegneemt alles wat tussen u en ons instaat. We bidden u, geef dat het geloof in u, Vader, Zoon, Heilige Geest, deze morgen, deze dag, tot twee keer toe aanmerkelijk wordt versterkt. Om ons vertrouwen alleen op u te zetten, op niets en niemand van de wereld, of niets van onszelf, maar alles van u. Dat geeft echte rust, die niet door welke storm ook maar kan worden teniet gedaan. Denk de gemeente in de onderscheidenheid der gedachten, in verdriet, rouw of spanning of angst, of in vreugde, of soms mokkig en nukkig, omdat allerlei dingen anders lopen dan je zelf zou willen. Je hebt het niet in de hand. U kent ons zo goed. U weet wat er in de mens is en wat er uit die mens voortkomt. Neem ons in uw genadige hoede. Doe ons erin geborgen zijn voor de tijd en eeuwigheid. We danken u voor deze ontmoeting die er mag zijn, ook tussen gemeente en oud-predikant, vanuit de verbondenheid die u zelf hebt gegeven en gelegd. Weer alles wat de loop van uw woord in de weg staat, dat bidden we u in Jezus' naam uit genade. Amen. Vragen de kinderen van de gemeente. Wie weet hoe de vrouw van Pontius Pilatus heet? En dan de volwassenen. Weet iemand het? Zal ik u vertellen? Ze heet Claudia Procula. Niemand ooit die naam gehoord? De annalen buiten de Bijbel om delen ons dit mede. En gedeeltelijk gaat het in de preek over deze vrouw die tegen haar man in de vroege morgen waarin hij een rechtspraak moest uitoefenen en een rechtszaak hield, heeft ze hem nog eventjes van tevoren wakker geschud. Pilatus, pas nou alsjeblieft op. We gaan het lezen vanuit
Matteüs 27. Matteüs 27. En daar lezen wij van de versen 15 tot en met vers 26. En vers 19 is dan de tekst ter overdenking. Jezus is in de vroegte van de morgen bij het rechthuis gebracht waar Pilatus zitting houdt. Ze hebben Pilatus uit zijn bed getrommeld, opstaan, want er moet vanmorgen een belangrijke kogel door de kerk. En jij moet ons helpen. Verward zie ik hem in zijn bed liggen, naast zijn vrouw. Nee, vrouw, ik moet eruit, want ze roepen me. Werkwacht. Hij gaat mee en dan wordt hij oog in oog gesteld met Jezus. Wordt de vraag gesteld, een heel enkel antwoord geeft Jezus. Verder is er zwijgen. En vervolgens komt de stadhouder tot de move om te proberen Barabbas naar het kruis te laten verwijzen en Jezus vrij uit te laten gaan. Dan lezen we in Matteüs 27, 15 het volgende. Nu had de stadhouder de gewoonte op het feest voor de menigte gevangenen los te laten. Wie ze ook maar wilde. Ze hadden een beruchte gevangene die Barabbas heette. Toen ze dan bijeen waren, zei Pilatus tegen hen: wie wilt u dat ik voor u zal loslaten? Barabbas of Jezus, die Christus genoemd wordt? Want hij wist dat ze hem uit afgunst hadden overgeleverd. Toen hij op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap. Laat je toch niet in met deze rechtvaardige. Want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. Maar de overpriester en de oudste haalden de menigte over dat ze om Barabbas zouden vragen en Jezus zouden ombrengen. De stadhouder antwoordde en zei: wie van deze twee wilt u dat ik voor u zal loslaten? Ze zeiden Barabbas. Pilatus zei tegen hen: wat zal ik dan doen met Jezus, die Christus genoemd wordt? Ze zeiden alle tegen hem: laat hem gekruisigd worden. Maar de stadhouder zei: wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Maar ze riepen des te meer: laat hem gekruisigd worden. Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veler opschudding ontstond, nam water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei: ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. Je moet me zien. En heel het volk antwoordde en zei: laat zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij Barabbas los voor hen. Maar nadat hij Jezus gegeeseld had, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Tot zover de schriftlezing. En de tekst vindt u dan in vers 19. En een drietal gedachten willen we daarin proberen te ontvouwen. Ten eerste hebben we het over de daad van die vrouw. Ze stuurt iemand naar Pilatus toe om hem van haar droom op de hoogte te stellen. Ten tweede, de raad die ze geeft. Heb niet te doen met deze rechtvaardige. En vervolgens de draad die ons wordt getoond. In hoeverre is zij verbonden aan Jezus? Daad, raad en draad. Gemeente, wij gaan u ter inleiding op de verkondiging zingen. 31 en daarvan de versen 11, 12 en 13. Ik dacht dat in het formulier stond dat er maar twee versen mochten. Klopt dat, Wim? Er stonden twee versen. Maar ik heb met deze korte versen toch gemeend daarvan af te moeten wijken. Dus vandaar dat ik dacht van nou, dat redden we wel. 31, 11, 12 en 13.
direct na de verkondiging wordt gezongen op Psalm 54, vers 1. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. 54, 1, direct na de verkondiging. Tekst Matteüs 27, vers 19. Drie gedachten. Haar daad. Raad. En de draad waarmee ze al dan niet aan Jezus is verbonden. Gemeente, een mooi moment op de catechisatie. Met de jongste groep in gesprek over de verkondiging van het woord. En zei een van de catechisanten: u gebruikt nogal eens een keer een moeilijk woord. Natuurlijk vond ik dat prettig om te horen. Want dat hield in dat de catechisanten luisterden naar de preek. Vervolgens de opdracht gegeven in de komende preek. Ga jij alle woorden opschrijven die moeilijk zijn. En daar kom ik met de catechisatie. En ik zal proberen ze uit te leggen. Het begin van deze preek staat uit een intermezzo. Ja, dat is inderdaad een moeilijk woord. En het is goed om dat in de gemeente uit te leggen en neer te leggen. Een intermezzo is een onderbreking, een tussenspel. Tussen twee gedeelten in. En dat wat er voor is en nakomt, dat is het ware de hoofdgedachte. En dat andere komt er even tussendoor. De hoofdgedachte in dit gedeelte, dat Jezus staat tegenover Barabbas. En voor Pilatus staat de keuze helemaal vast. Dat moet natuurlijk Barabbas worden die gekruisigd wordt. En Jezus die vrij uitgaat. Maar in dat intermezzo dat er komt, worden de zaken een soort omgekeerd. Want tijdens het korte oponthoud dat er is, de bode bij Pilatus, het verhaal van zijn vrouw aanhoren en vervolgens proberen na te denken, wat moet ik doen? Zie je dat de overpriester en de ouderlingen rondgaan. Ronselen, stembeïnvloeding, proberen de mening van het volk om te krijgen. En ze zijn er op een wonderbaarlijke wijze geslaagd, zodat het voor Jezus verkeerd is uitgepakt. Dat intermezzo, die onderbreking, van groot belang. Gemeente, we zien het voor onze ogen gebeuren. De overpriester en de ouderlingen, in hun deftige kleding gekleed, met de eerbiedwaardige gezichten, die zich bevinden op het plein met een groot gedeelte van het volk. Op dat moment gedragen ze zich niet zo deftig en eerbiedwaardig, want ze zijn plat bezig om ordinair de zaken naar hun hand te zetten. Die Jezus moet uit de weg worden geruimd, koste wat het kost. En Barabbas, nou dat moet dan maar, dat die vrijheidsstrijder vrij uitgaat. En de een na de ander spreken ze aan. Ze kijken streng, op hun manier ernstig. Je beseft wel dat die man die daar staat, die Jezus, die heeft God beledigd. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan blasfemie, godslastering. Die moet uit de weg worden geruimd. Je weet hoe de wet van God is. Naast het toneel van die overpriesters en ouderlingen en de scharen, kijken we even op het bordes. Ja, dat is een verhoging voor de rechtszaal. Op dat bordes bevinden zich een tweetal mannen. De een is bekend van de 3 jaar onderwijs die hij aan het volk heeft gegeven. En de ander, ja, die kennen ze ook wel. Het ging als een lopend vuurtje door de stad. Barabbas, de revolutionair, de woesteling, de zelote opstandeling. Hij is gegrepen. Hem wacht een zwaar vonnis. En Jezus staat daarnaast. Naast die Barabbas. Even een klein detail. Ze hebben allebei min of meer dezelfde naam.
Barabbas, zoon van de Vader. En is Jezus niet de volmaakte zoon van de Vader? En op steenworp afstand, vlakbij die twee mensen, en ook vlakbij het volk, staat Pilatus. Hij zit op de rechterstoel. Hij heeft zijn belangrijke positie ingenomen. Iedereen weet het. Dat is de stadhouder. De leider. De hegemon in het Grieks. Die speciaal naar Jeruzalem gekomen om ervoor te zorgen dat de Pasen rustig verloopt. Je weet maar nooit met die Joden. Het kan vriezen of dooien met hen. Moet ze streng onder de duim houden, want anders loopt het uit de hand. Met een rustige Pasen. Dat wil Pilatus al hebben. Daar is hij voor. Geen incidenten. Geen gedoe aan zijn hoofd. Zo verlopend dat hij straks weer naar zijn eigen huis in die andere stad Caesarea kan terugkeren. Met rustige Pasen. Zijn wij er ook op uit? En willen we dat ook? Straks is het zover. April. 4 en 5 april. De twee paasdagen. Ja, we mogen elkaar gerust een rustige Pasen toewensen. Dat is helemaal niet verkeerd. Maar laten we er ook iets van onrust in aanbrengen. Wat? Ja, onrust. Want Pasen gaat het om ruilen. Hoort het ruilen? Twee ruilen, één huilen. Ruilen, ja. Het paaslam in plaats van de Israëlieten. Jezus in plaats van ons. En daar word je rustig van. Jazeker, word je rustig van. En dat geeft een stukje vrede in je hart als er zo die paasvrede in je hart daalt. Te midden van alle onrust, belijden, de Heere heeft mijn plaats ingenomen. Pilatus is in de vroegte van de morgen wakker geschud door een bode die naar boven is gegaan. Meneer de stadhouder, wakker worden. Er staat een aantal Joden voor de deur. Ze willen dat u op staande voet met hem meegaat en rechtspreekt in een kwestie die ze u straks zullen uitleggen. Even schrik wakker. Zijn vrouw ook. Drink tot hem door. Springt zijn bed uit. Even gauw wat water over zijn gezicht wassen. Zijn tuniek aan. En tegen zijn vrouw zegt hij: slaap jij nou maar even rustig verder. Ik moet werk doen. Ik word geroepen om een rechtszaak te hebben. En ja, het werk roept. En dan kan ik niet inderdaad hier blijven liggen. En zijn vrouw, gemeente, die slaapt verder. En die bevindt zich in de remslaap. En aangetoond is dat in die remslaap tussen het wakker worden en bijna het eind van je slaap er opeens heel veel flitsende dromen door je heen kunnen gaan. Het voorbereiden voor de preek heb ik aan drie dromen gedacht van mezelf. Twee die ik u liever niet vertel. Zo'n angstig karakter voor me dat ik ze alleen met een enkeling heb gedeeld. En die ander mag je wel gerust weten, dat gebeurt heel vaak, dat dromend 's ochtends, ik droom dat ik te laat in de kerk kom. Ik kan mijn pak niet vinden, mijn auto doet het niet, ik sta aan de file. En dat is een en andermaal gebeurd. Dat deze vrouw heeft van God een droom ontvangen. Een openbaringsmiddel. Waarin hij iets tegen haar zegt met een dubbele functie. Functie 1, iets laten zien van Jezus. Net als bij Jozef in Matthäus 1. Die wilde van zijn vrouw weg, want ze was zwanger.
Jozef niet doen, want ze is uit de Heilige Geest zwanger bevonden. Ze krijgt een zoon. Jezus zal die heten. Dat was een goede droom. Een mooie droom. Een zegenrijke droom. Maar deze vrouw heeft iets in die droom wat haar beangstig maakt en wat haar zorgen geeft. Weet je, die vrouw, de naam kennen we niet uit de Bijbel. Ik heb hem gezegd, omdat ik uiteraard er onderzoek naar heb gedaan, om dat goed neer te zetten en historisch verantwoord te presenteren. Ze heette Claudia Procula. 10 jaar lang met een man gewoond in dat ver van Rome gelegen Galilea en Judea. Daar had ze de wortels, in Rome. Maar ze moest met haar man mee. En deze vrouw die wordt door de Roomse kerk ingelijfd in het grote aantal heiligen dat de Roomse kerk bezit. En het is net alsof onze kerk zegt, nee, daar moeten we niet aan meedoen. Laten we haar naam maar een beetje aan de kant schuiven. Mooi als je het onthoudt, maar niet erg als je het vergeet. Wat erger. Wat serieuzer. Als je Jezus vergeet. En weet u, gemeente, wat nu zo mooi is? Dat het onthouden van de naam van de Heere Jezus iets is wat stand houdt. Ook vaak in perioden van depressie of dementie. Dat die naam opeens iets doet. Ik moet denken aan onze oud-ouderling Gertanus. Heeft jarenlang in de Samaritaan gezeten. En hij zat daar te midden van andere ouderen. En bij Gert was veel weg. Maar als er een psalm gezongen werd, of als er een lied gezongen werd, dan deed hij het volle borst mee. Dat kan door dementie ook niet worden aangetast. Die naam, de naam van Jezus. En Claudia Procula is een beetje in de vergeten hoek terechtgekomen. Dan gaan we de tweede gedachte, haar raad. Ze heeft gedroomd. De inhoud van de droom weten we niet precies. Heeft ze Jezus daarvoor een aantal keren gezien? Heeft ze van hem gehoord? Of is er iets anders dat haar met Jezus zou verbinden? Sommigen spreken dat zij een Romeinse vrouw was die veel betrokkenheid had op het Jodendom, op Israël. Maar deze droom is zodanig dat ze er onmiskenbaar door wordt getroffen. Ze wordt geraakt. Ze schrikt wakker. En ze weet maar één ding. Dit moet Pontius Pilatus weten. Ze roept een slaaf. Kom bij haar. Schrijf misschien in een kattenbelletje haar boodschap op. Of draagt het mondeling over. Ga dat tegen mijn man zeggen. Herhaal het eens een keer. Precies zoals ik het zeg. Of laat dat briefje aan hem zien. Die man die naar de stadhouder toe gaat, krijgt direct toegang tot de voorname Pontius Pilatus. Die is bezig met het belangrijkste proces. Dat is nooit meer uit zijn hoofd geweest. Daar is hij nooit los van geraakt. Als hij 's ochtends zijn handen waste, moest hij denken aan die ene keer. Als die 3 bomen naast elkaar zag staan, dacht hij aan die kruisiging van die 3 met die middelste. Nooit los van geraakt. En nu de boodschap van zijn vrouw. Ze zegt,
En zo staat het letterlijk. Niets. Niets. Tussen u en deze rechtvaardige. Schuif het van je af. Zet er een punt achter. Zorg dat je niets mee te maken hebt. Trek je handen vanaf. Niets. Zo staat het letterlijk. In Griekse eenvoud, kort en krachtig. Niets. Meent u dat is wat we om ons heen waarnemen? Wat we zien? Wat we merken? Daar is de wereld sterk mee bezig om ons in die richting te krijgen, ons te beïnvloeden. Niets. Laat er nou niks blijven tussen jou en die dweper uit Nazareth. Zet toch een punt achter. Alles wat hij ooit zou hebben gedaan, maar waarvan je afvraagt of het op waarheid berust. De rol van hem is toch uitgespeeld? Niets. Gemeente, die raad en dat advies geef ik u vanmorgen niet. Integendeel. Juist. De volslagen andere kant. Alles. Laat er alles zijn. Tussen hem en jou. Tussen de gekruisigde. En wij die in zijn nabijheid staan. Tussen die veroordeelde. En wij die ons op het rechtsplein bevinden. Laat er alles zijn. En laten we het eens even omdraaien. Kijken naar Jezus. Die in het apostolicum genoemd wordt. Die gekruisigd is onder Pontius Pilatus. Twee namen in het apostolicum. Pilatus en Maria. Als uitersten. Pilatus, degene die... En weet u wat Jezus zegt? Gemeente van goede reden. Ik heb alles met u. Ik heb alles gegeven voor u. Ik heb niets achtergehouden. Ik gaf mijn leven. Ik stelde mijn leven in uw plaats, opdat u door mij behouden zou worden. En uit de gestalte van Jezus komt dat woord alles zo heerlijk oprijzen. Alles. Alles, alles heeft voldaan. Alles heeft Jezus met de wereld. Die niets met hem had. Hebt u niets met Jezus? Helemaal niets? U die voor de kerktelevisie en kerkradio meedoet, niets? Ik weet dat er zijn die juist veel met hem hebben. En die veel met hem gekregen hebben. En die zeggen, ja, als je Jezus hebt, heb je alles. Je kunt veel hebben, zoals Esau, maar Jacob had alles. En dat alles ligt in het complete heilswerk van Jezus. In haar advies is ze nog niet klaar. Niets tussen jou en deze rechtvaardige. Er is een traditie in het Jodendom dat spreekt van de rechtvaardigen. En ik heb het er weer even bij gehaald, dat boekje van André Schwartz, bekroond met verschillende prijzen, de laatste de rechtvaardigen. Een magistrale roman. Echt vanuit de diepte van het Jodendom. Het lijden dat het volk van God keer op keer onderging. De laatste der rechtvaardigen. Jozef was een rechtvaardige. Zacharias was een rechtvaardige.
Simeon was een rechtvaardige. Ze begeerden te leven naar de wet van God. Ze hielden zijn instellingen hoog. Ze hadden de Heer lief. Ze vreesden hem. En nu zegt deze vrouw, die gaat daar gemeente bovenuit. Ze zegt, Pilatus, die man die daar bij jou staat, op dat bordes, over wie jij een vonnis moet vellen, is de rechtvaardige. Weet de vergelijking van dit woord met een aantal getuigenissen in de evangelie laat ons zien en leert ons dat dat nogal eens een keer gezegd wordt. Onschuldig. Rechtvaardig. Koning der Joden, de wijzen uit het oosten. De hoofdman over 100. Rechtvaardig, Gods zoon. Judas, onschuldig. Pilatus, onschuldig. Waarom zeggen ze dat nou? Wat hebben ze daar nou mee voor? Ze moeten dat zeggen van God. Dat is zijn opdracht. Dat is een inspiratie. Want in die woorden, in dat ene woord rechtvaardigen, zit het complete heil bevat. Daar zit alles in. Alles wat een arm verloren mens nodig heeft. Ben ik zo rechtvaardig? Je denkt van jezelf misschien vaak van wel. Maar het valt best tegen. Vindt u de ander altijd zo rechtvaardig? Juist al deze mensen betuigen Jezus onschuld, Jezus rechtvaardigheid, Jezus goedheid, Jezus waardigheid. Om de gemeente de troost te bieden. Hij rechtvaardig. Voor wie? Voor wie? Onrechtvaardigen. Voor zondaars. 1 Petrus 3 vers 18. Hij onschuldig ter dood veroordeeld voor de onrechtvaardigen, opdat hij velen rechtvaardig zou maken. En het evangelie doet er alles aan om dat aan de gemeente voor te stellen. Gemeente, deze Jezus is drager. Drager. Waarom? Niet van zijn eigen pak. Ik heb het voorbeeld vorige week genoemd in deze preek van een vakantie gaan. Dat is op het ogenblik een beetje uit beeld. Want je kunt niet daar naartoe waar je graag naartoe zou willen. We gaan naar het buitenland toe. En de kofferbak staat vol met koffers. De kinderen heen. En dan hebben misschien dochters soms wel twee koffers nodig. Terwijl een jongen denkt, met één kan ik ook wel toe. Zo gaat dat een beetje. Meisjes hebben meer spullen nodig. En die koffers moeten gedragen van dat vakantiehuis. En vader loopt daar te sjouwen met twee loodzware koffers. Zegt tegen een van de kinderen, draag jij ook eens iets van mij? Nee hoor, ik heb al genoeg voor mezelf. En zo sjouwt die man met de koffers de trap op van dat vakantiehuis en brengt ze boven en hij ploft neer. Moe van de rit, van het sjouwen. Weet je wat Jezus zegt? Draag niet je eigen pak. Kun je niet. Onmogelijk. Jouw schuld kan alleen gedragen worden door het lam. Door Jezus. Die de rechtvaardige is voor onrechtvaardigen. Laat hem uw pak dragen. Laat met DT uw pak op hem. We gaan naar de derde gedachte, de draad. Claudia Procula heeft twee zinnen opgeschreven of aan de slaaf meegegeven. Eerst hebben we gehoord. Niet te doen met
deze rechtvaardige. Laat er niets zijn tussen u en hem. Tweede, want ik heb veel geleden in de droom om hem. Zo'n kort moment. In die remslaap. Pilatus is naar het rechtshuis. Zij heeft de dekens nog even over zich heen getrokken. En is al gauw in slaap gesukkeld. Zo is dat gegaan, hè? Zo is dat verloop geweest. En al spoedig is ze echt in dromenland. Wat ze in dat land heeft aanschouwd of wie, precies weten we het niet. Maar wel dat ze panisch wakker wordt. En dat ze een zwaar gevoel in haar hele lijf heeft. In haar hoofd bonst en gonst. Ik heb hem gezien. Die rechtvaardige. Pilatus moet een oordeel over hem vellen. Straks wordt hij gevonnist. Het doodvonnis. Kruisiging. Pilatus heeft in die 10 jaar Galilea, Jeruzalem, in totaal 20 mensen laten kruisigen. En meestal was het een kruis dat alleen stond. En 1 keer zijn de 3 tegelijk gekruisigd. Pilatus moet de knoop doorhakken. Ik laat het hem weten dat hij het niet moet doen, want ik heb veel geleden om hem, om die rechtvaardige. Meten, dat heeft de Romeinse kerk samen met de overlevering uit buitenbijbelse bronnen ertoe gebracht om te zeggen dat Claudia Procula bekeerd is. En bij de aanhangers van Jezus is gaan behoren. En dat ze niet meer los van hem gekomen is. Daarom hebben ze haar ook Sint genoemd. Sint Claudia Procula. Met een aparte dag die voor haar in de Romeinse kerk is vastgesteld. Is dat er? Is er geloof? Er staat dat ze om hem leidt. Dat doen er meer. Die vrouwen, de klaagvrouwen naar het kruis toe, lijden om Jezus. Ze vinden het vreselijk. Die man die zoveel goed deed, wordt weggeleid om aan het kruis te worden genageld en gespijkerd. Ik kreeg deze week nog een brief of een gedicht van mijn achterbuurman. Die maakt nogal eens een keer gedichten. En hij deed het ook bij mij door de bus. Waarin hij deze fase ook in een gedicht heeft neergezet. Jezus de gekruisigde. Om hem lijden, het erg vinden. Het onrecht vinden. Ja, die waren er meer. Die er zo in stonden. Om hem lijden. Zielig. Emotioneel. Is ze gelovig geworden? Of is ze aan de rand blijven staan? Was ze bijna het koninkrijk van God? Of bleef ze er toch buiten? Ik weet het niet. Ik laat haar liggen. Graag wel in die draad
Iets wat ons aan Jezus verbindt. Is een rode draad. De kleur van Christus bloed. Jezus die voor ons leidt. Die het voor ons doet. Die het in onze plaats op zich neemt. Die Barabbas vrij uit laat gaan. De moordenaar binnen loodst. En zelf de straf en het oordeel draagt. Dat is Jezus. Wat kun je nu mooier doen in de lijdenstijd dan deze voor ons lijdende Jezus uittekenen en aan de gemeente laten zien. Dit jaar Matthäus Evangelie voor mezelf. Het was de vijfde preek. Vanavond de zesde. En volgende week geen preek, want dan wordt onze kleinzoon gedoopt. Dus dat betekent dat ik naar Utrecht mag. Maar dan met Goede Vrijdag de laatste. En dan maak je heel zo'n evangelie mee. En je kruipt erin. En het druipt van vettigheid. Van genade. En vertroosting. En bemoediging. Gemeente, dit woord is waar. Is waarachtig. Daar hoeft u nou niet aan te twijfelen. Ga niet verder met ik red het wel. Ik kom er wel. Ik zal het wel zien. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Niet te veel draad aan hem. U weet, een van de laatste keren hier heb ik het avondmaal bediend met u. Dat was nog voor de coronatijd. En ik moet zeggen dat dat voor mij een prachtige ervaring was, om te zien dat mensen in de loop van de tijd naar de tafel des Heren zijn toegegroeid. U ook? Uw gemeente? Naar die tafel toegegroeid. Waar we geloven, Jezus voor ons geleden, voor mij geleden, voor mijn schuld. En God wil Jezus vandaag kwijt. Niet omdat hij hem kwijtraakt, maar hij wil hem kwijt aan u. Hij wil Jezus aan u geven. Opdat uw leven door hem getroost wordt. Die geleden heeft. Die gebeden heeft. Die gestreden heeft. Maar dan kan God hem kwijt. Vandaag. Voor de kerktelevisie. En voor de kerkradio. En in de kerk kan God hem kwijt. Dat u dank u wel, Heer Jezus. Dat u voor mij dit hebt gedaan. We begonnen gemeente de preek met een intermezzo, onderbreking. En die onderbreking die heeft dan, en ik las dat van de week, ik ga dat vanavond wat meer uitwerken nog, heeft gevolgen gehad. Want in die tijd hebben de overpriesters de stemming veranderd, de gunst van het volk is een wolk. De ene keer roepen ze Hosanna. De andere kruisen. De gunst van het volk is een wolk. Zo ben je het. En zo ben je niks. Een intermezzo. Een zinvol intermezzo. Een zinnig intermezzo. Een intermezzo om van te zingen. En getuigend te geloven. Jezus, voor mij geleden. Amen.
Ik wil u hartelijk danken dat ik weer een keer in uw midden mocht zijn. Wim heeft me al vroeg gebeld en gezegd, ook toen er een nieuwe dominee kwam, dominee die beurt laten we staan. En daar ben ik Wim erkentelijk voor. Hartelijk dank. We gaan de Heer danken en bidden. Getrouwe, genadige God. Het lieflijk vertroostend evangelie. De rechtvaardige licht op. De rechtvaardige die voor het gericht staat. Leer ons onze harten te richten op hem. Die voor ons staat. In ons midden. Denk de gemeente. Zegen de kerkraad. Gedenk de nieuwe predikant met zijn gezin hier in uw midden. Stel hem tot zegen onder dit volk. We bidden u, werk door uw geest, door het woord, in de harten van jong en oud. Doe voorbeden voor hen van wie we de naam hebben gehoord. De Grinwis, mevrouw het mannetje, de heer van Groningen, Corrie Hoek, Echtbaar Vos, familie van Splunter. Gedenk hen in de nood waarin ze zich bevinden en de pijn die er in hun leven is. Schenk aan degene die gekozen wordt uit het dubbeltal wijsheid en vrijmoedigheid. En gedenk ook de andere die ernaast staat en dan zal bemerken dat de keuze op de ander gevallen is. Zegen de gemeente ambtelijk, persoonlijk, geestelijk, ook materieel, in alle vragen die er op ons afkomen, ook in de verandering van politiek bestel dat boven ons hangt. Geef de regering wijsheid in de coronacrisis, in de economische maatregelen, in het maatschappelijk bestel, oog en inzicht in wat goed is om te doen of niet te doen. Dank u dat er belijdeniskategezanten zijn. Gedenk Dievertje, Jaira, geef hen een goede voorbereiding en met de gemeente een gezegende dienst. We leggen alles, o God, biddend voor u neer, in Jezus' naam, uit genade. Amen. Vijfendertig dertien. En het is alsof ik het doe, maar opeens besef ik dat Frans van Heest me bij het afscheid hier 35-13 heeft laten toezingen. De ouderen kennen Frans nog wel. Hij was zeer gewaardeerd ouderling in de tijd dat ik hier stond en ook daarna. En we dragen hem in goede herinneringen en gedachten en God gedenken hem en de zijne. 35-13.
Gemeente gaat heen, ontvangt en draagt met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.